Mijn naam is René Tepas. Naast mij staat Jolande Smits, de spits van SC Twente. En wat een wedstrijd, hè? Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, we kwamen natuurlijk achter. En ik denk dat we als team goed rustig hebben gehouden. En dat we daarna heel veel kansen hebben gecreëerd. Niet allemaal afgemaakt, maar ja, uiteindelijk winnen we gewoon de wedstrijd. En hebben we een prima wedstrijd gespeeld. Was de eerste 20 minuten even billenklijpen geweest? Ja, het was even spannend. We maakten zelf het doelpunt niet. We komen 1-0 achter. En ja, gelukkig hebben we rustig gevoetbald. En ja, komen we zo uiteindelijk tot kansen en zijn we niet onrustig geweest om meer kansen weg te geven. Hey, je hebt 2 keer gescoord. Ja, 2 keer gescoord. Altijd fijn om doelpuntjes mee te pikken in de wedstrijd, ja. Kun je beschrijven hoe die ging? Weet je dat nog? Mijn eerste doelpunt was een voorzet van Ashley en die maak ik af met rechts. En het tweede doelpunt was een lange bal van Shai. Gaat tussen de verdediging door en 1-op-1 op de keeper en ik maak hem af. Die was wel heel mooi, hè? Ja. Wat dacht je, ik ga maken? Helemaal 1 doel, ik ga maken. Ja, het is altijd als je 1-op-1 de keeper moet, dan is het altijd wel van, oké, ik moet het doen. Dus het is altijd wel fijn als het dan ook lukt, ja. En dan verder verloop van de wedstrijd. Ja, dat is toch wel even spannend. Simone Kets dan nog de bal er even in schoot, hè? Ja, dan maakt het toch weer dat we dichterbij komen. En dan is het toch weer van, dan moeten we niks meer weggeven. Maar ik denk dat we, zoals ik al eerder zei, prima zijn bij de voetballen. En dat we toch de wedstrijd mee hebben gepikt. Hoe bevalt het nu bij Twente? Is het seizoen nu hier? Jonge, talentvolle speelster binnengekomen? Ja, ik heb het er erg naar me zien. We zijn echt, echt een leuk en gezellig team. We willen allemaal voor het kampioenschap gaan. Dus we hebben allemaal 1 doel. En ik denk dat het dat we dat ook wel uitstralen, dat we met z'n allen hetzelfde doel hebben. Dat vind ik wel mooi om te zien. Gaandeweg pak je dat lekker op? Of is het toch wel even omschakelen misschien waar je eerst hebt gespeeld bij het CDO? Nou, het is misschien qua tactiek altijd wel even wennen. En nieuwe speelsters, hoe speelt iedereen en zo. Maar ik denk dat ik het aardig goed heb opgepikt. Een mooie staf, mooie ploeg bij elkaar. Dus ik denk dat we een mooi team hebben. Altijd van gedroomd, zo in de Eredivisie te spelen als jong meisje? Ja, als jong meisje is het altijd leuk om het hoogst haalbare in Nederland al te halen. En het is mooi als je daar nu van deel uit mag maken. En hoe ben je eigenlijk begonnen? Je dacht van kom, laat ik maar eens een balletje aan trappen. Ja, ik weet niet. Ik wilde altijd met de jongens mee voetballen. En zo ben ik uiteindelijk op voetbal gegaan. Ja. Je dacht, wat de jongens kunnen, kan ik beter. Nou, dat niet, maar ik vond het altijd leuk om met de jongens te voetballen. En toen ben ik ook op voetbal gegaan en gaandeweg ben ik verder gekomen. En in rap tempo gewoon naar de kop lopen van de Eredivisie? Ja. Dus die kan dat zeggen? Ja, dat klopt. Nee, het is altijd mooi als je in een Eredivisie team mee mag doen. En we hebben een doel en het is mooi als we dat doel nu, dat het doel steeds dichterbij komt. Ja. En daarna studeer je nog? Wat voor studie doe je? Ik moet mijn HAVO nog afmaken, nog 2 vakken. Ja. Is dat lastig combineren met voetbal of is dat wel te doen? Nee, het is heel goed te doen. De school heeft een programma gemaakt, zeg maar, dat ik buiten de trainingen om gewoon naar school kan. En dat gaat helemaal prima. En wat doe je in vrije tijd nog naast het voetbal? Nee, meer met mijn huisgenootjes of teamgenootjes dat ik buiten voetbal iets ga doen. En wat ga je doen als je nu gaat vieren in de overwinning? Op zijn kop staan, had een ratslag draaien? Nee, we hebben gewoon muziek gehad in de kleedlokaal. Doe je dat wel? Is het een beetje gekkigheid als je de call hebt gevierd of zo? Nee, ik persoonlijk ben daar niet echt heel van, maar ja, in de kleedlokaal is het altijd gewoon muziek aan en gezellig. Ja, top. Hoe kijk je uit naar de volgende wedstrijd? 3 keer scoren in plaats van 2 keer? Ja, dat is altijd mooi, maar eerst gewoon als team de punten binnenslepen, dat vind ik het belangrijkste. Oké, hartstikke bedankt en succes. U ook bedankt.